Yo, wat up beste kijkers en welkom terug bij een nieuwe Minecraft Challenge Survival 1.9 in deze awesome wereld. Ik heb weer een challenge uitgezocht en jullie hebben mijn challenge toegestuurd. Degene wie ik heb uitgezocht namelijk is deze hier beneden. Is van Skytje, die zegt namelijk, zorg ervoor dat je full iron armor hebt. Geen probleem, ik wou namelijk deze aflevering al gaan minen, want daar kunnen we wat resources verzamelen. Dus dat gaan we in ieder geval ook doen. En jongen, top. Kom gewoon op jongens met die challenges. Ik zoek er af en toe gewoon al leuk uit. In de vorige aflevering had ik nog gezegd dat ik iets leuks ging maken voor die andere persoon die het vorige keer had gedaan namelijk. Dat was volgens mij Kevin KFC. Dus dan gaan we natuurlijk eventjes kijken wat ik namelijk speciaal voor hem gemaakt heb. En dat is namelijk... Oh, pretty. Een pretty roos. Een hele mooie roos namelijk. Een bloemetje. En hier staat het Challenge Kevin KFC aflevering 2. Dit ga ik bij elke challenge doen, ga ik iets aparts maken namelijk. Dat kan misschien weer een pixel art wezen, dat kan misschien een speciaal huisje ervoor zijn. Dat kan verschillende dingen zijn wat ik namelijk speciaal ga maken. Hier zijn al die bloemetjes en dan... Dit is toch beeldig jongens, check dit dan. Bloemetjes, allemaal mooie bloemetjes. Ik ben er blij mee en dit is awesome. Maar we gaan deze aflevering natuurlijk even gaan minen, want we willen full armor. Dat is onze challenge voor vandaag. Thanks voor de challenge namelijk schaartje, dus ik vind het top. Hebben jullie een challenge? Laat gewoon achter in de reacties, guys. Ik zie altijd de reacties. Kom op. En de vorige video. Wauw, 20 likes. Of tenminste, bijna 20 likes volgens mij als ik dit gemaakt. Ja, jullie zijn echt awesome. Ik vind het leuk dat jullie dit supporten. En ga zo door, jongens. Hoe meer likes, hoe vaker ik dit ga opnemen voor jullie. En allemaal cool. Ben ik helemaal vergeten mee te nemen, joh. Ik heb wel een beetje last van lag, zo. Het is een heel klein beetje, maar dat maakt niet zoveel uit. Ik ben in ieder geval voorbereid. Kijk, maar ik heb allemaal stuffies. Dus ik had al een beetje een tunneltje gemaakt namelijk. Want dat wou ik namelijk niet in de aflevering doen. Want het duurt alweer zo lang. Maar ja. Ik heb onder namelijk al een heel leuk plekje gemaakt van waar we kunnen beginnen. Dus, maar volgens mij heb ik ondertussen niks vergeten. Ja, ik was wat kool vergeten. Ja, hier wat kool. Ik ga niet alle kool meenemen. Ik kan er wel voor levelen natuurlijk. Toink, toink, toink. Oh, dit is zo irritant. Hier moet ik echt wat aan doen. Iron. Tjaka tjaka tjing. Kijk eens. De eerste blokjes iron al. Want ik moet natuurlijk ook iron tools hebben. Dat gaat even wat sneller. Maar de challenge is natuurlijk ook full armor en dat soort dingen. Dus dat gaan we natuurlijk deze aflevering doen. Daar hebben wij geloof ik, ik dacht iets van 23 iron voor nodig. En 32 voor met tools en alles. Nou ja, we zien het in ieder geval wel. Even kijken, kan ik daarbij komen? Even zien, misschien moet ik dit even weghakken, zo. Ja, oké, mooi. En dan kunnen we dit even weghakken. En dan, hier is wel aardig wat iron. Hoeveel blokjes hebben we nou? Even kijken. We hebben er 9, dus dat is op zich wel super gaaf. Even kijken, 9, dus moeten we nog een paar hebben. Ik ga wat meer kool verzamelen. Want dan kunnen we namelijk straks gaan smelten gelijk. Ik heb hier een plekje gemaakt, guys. Kijk, hier ga ik minen. Als jullie dachten van, ja, waarom heb je daar die toortje dicht? Laat alleen maar voor het licht. Nee. Hier ga ik namelijk gangetjes maken. Gangetjes van die kant op. Ik zit als het goed is op de perfecte breedte. Dacht ik, F3, ja, dit is de perfecte hoogte van diamond. Of het moet ondertussen in 1.9 veranderd zijn, ga ik niet vanuit. Ik ga wel even, wat ik even doe, is kool. En ik ga vast namelijk de iron smelten. Hebben we dat in ieder geval... Mini, laten we gewoon rechts beginnen. Laten we gewoon, nou ja, rechts. Hier gewoon beginnen, huppakee. Als ik, check dit. More iron, we have more iron. I'm pretty proud that I have more iron. Check-a-ching, give me iron. Ja, want ja, een iron armor, jongens, we hebben het gewoon nodig. Want ja, je kan hier zo snel dood op gaan. Wow, dit zijn er weer 5. Dit zijn weer 5 blokjes. Ik ben happy. Ik ben very happy. Oké, wat voor blok. Hier moet ik eigenlijk ook een keertje weer eens wat mee bouwen. Heb ik eigenlijk volgens mij nooit gedaan. Dioriet. Ja, op de DAD server wel. Want ja, oh ja jongens, we zijn druk bezig met survival. Dus binnenkort online. En dan ga ik ook iets weer doen met jullie. We gaan weer events houden. En heb je... Oeh. Oh nee, dit kan ik niet met een... Hier had ik eigenlijk die andere challenge moeten doen. Ja, zoek zo veel mogelijk. Emerald. Dan had ik dat gewoon gedaan, weet je. Dat had ik gewoon moeten doen. Als jullie willen weten wat voor challenge het was, check even de allereerste video. Daar staat het namelijk al onder. Ik weet niet meer voor wie het was, maar ja. We gaan nou gewoon allemaal iron zoeken. Nee, was ook al zei, de D&D Survival komt weer online. En dan gaan jullie mij natuurlijk ook weer terugvinden. Misschien wel met de survival serie. Je weet nooit dat ik survival met kijkers doe. Dat ik deze survival doe, plus die survival daar nog bij. En ja, het is wat jullie leuk vinden. Want wat vinden jullie nou eigenlijk leuk wat ik ga doen? Wat vinden jullie het leukste qua... qua video's dat ik maak. Vinden jullie het leuk dat ik survival series doe? Vinden jullie de event series leuk? Vinden jullie misschien leuk dat ik binnenkort toch met Mentopia ga starten? En dan helemaal mijn eigen manier natuurlijk. Ja, jullie zijn geabonneerd. Dat klopt niet. Geabonneerd natuurlijk op mij. Want voor mij hoop ik. En niet speciaal voor mijn video's. Jullie zijn toch wel voor mij, hè? Tja. Ik hoop het wel. Oh ja. Check dit. Ik ben trouwens het weekend naar Comic-Con geweest. En daar heb ik deze gehaald. Ik vind hem wel gaaf.
Dat is een Naruto. En ik ben echt fan van Naruto. Oh ja, deze heb ik ook nog gehaald. Kijk, kijk, kijk. Kaching, kaching. Batman shirtje. Comic Con, jongens. Dat was echt super gaaf. En zeker een aanrader om een keertje naartoe te gaan. Volgend jaar is het weer. En ik ga er volgend jaar ook naartoe natuurlijk. Ik heb ook allemaal toortjes bij me. Dus die kan ik hier wel in plaatsen. Heb ik jij daar naartoe. Kijk, quote op met die kobbel. Weg. Oké, we gaan weer verder. We hebben namelijk allemaal iron nodig. En ik hoop dat ik er wel genoeg vind. In ieder geval in deze aflevering. Want anders zou het kut zijn. Ga ik sowieso in de volgende aflevering ga zorgen voor... Oh. Hello. Oké. Dit is best wel cool, want ik zie allemaal iron. En... Even kijken hoor. Niks gevaarlijks hier, mooi. Gaan we dit maar even dichtmaken, want anders weken daar ze wel weer. Dan is daar de... Ah, creeper! Of ah, skeleton! Of ah, zombie in de bedoel. Dat is niet de bedoeling. Zo, even kijken. Ja. Nee, de D&D-server namelijk, dus ze zijn hard bezig met zo'n survival en dat soort dingen. Dus het wordt helemaal cool. En ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik er wel in ieder geval. Ik heb er zin om met gezamenlijk met jullie events te houden. En dat gaan we doen. Ik denk dat ik gewoon de titel ook ga doen, jongens. Events. Wat vinden jullie nou toffe events, weet je? Wat is nou leuk? Wat vinden jullie nou eigenlijk het tofste event wat ik heb gemaakt? Dus kan je denken aan Going Down, Wipeout, Watch Out, noem maar op, jongens. Ja, Horse Race, kom maar op. Wat vinden jullie nou toffe events? En wat verwachten jullie nog meer van de events die er gaan komen? Ik ben wel een beetje nieuwsgierig. Zo. Oké, dan moet ik natuurlijk even kijken hoor. Als ik nou één klein stukje gewoon vrij laat. Even kijken. Dan heb ik namelijk altijd, als ik lava nodig heb, kan ik het hier weghalen. Zo, weet je wat, maak ik dit gewoon een stukje zo. Dan weet ik, oh ja, daar is lava. Mooi. Dit gaan we weghakken, want dit hebben we namelijk nodig. Even kijken. Oeh, gold. Oh my god, hier moet ik echt een keertje terugkomen. Want ik heb emerald al verderop al. Ik heb al gold, maar ja, dat kan ik allemaal niet minen, omdat ik nog geen iron pickaxe heb. Even zien. Hoeveel hebben we nou? We hebben er 7. Nice. 7. Oké, we gaan gewoon verder minen. We gaan lekker weer rechts zo die gaat. Want ja, we moeten namelijk iron vinden. En iron, ja, hoop ik diamonds tegen te komen. Ja, die kan er nog niks mee. Omdat ik nog geen iron pickaxe heb. Maar ja, dat kunnen we dan wel fixen hoor. Geen probleem. Volgende challenge. Zorg ervoor dat je diamond armor hebt. Ja. Net iron armor en dan moet ik lekker diamond armor maken. Kom op, guys. Chill. Nee, voor de volgende aflevering zorg ervoor dat er weer iets anders staat. Doe ik voor de persoon die dit heeft bedacht. Skytje, dus dat komt helemaal toppie-joppie. Even kijken, zo zien mijn pickaxe ook bijna op. Nee, ik heb er genoeg bij me. 1, 2, 3. Dus ik ben voorbereid. Dat scheelt weer. Ja, ik ga kijken. Als ik nou niet op tijd iron vind, dan wordt het een extra lange aflevering. Vinden jullie denk ik ook niet erg, maar... Oké, dat is Unos. Mooi, ga verder. Kom op. We need iron. Dun. En hier moet ik sowieso nog even een keertje omheen gaan minen. Want meestal bij lava zit heel vaak diamond. Dat weet ik nog uit mijn vroegere survival periode. Of het moet ondertussen veranderd zijn, maar daar ga ik niet van uit. Even kijken. Zo, gaan we daar weer een toortje neerzetten. En jongens, ik heb iron nodig. Dus give me iron. Lots of more iron, want zo heb ik natuurlijk nog niet genoeg. En ik wil een full iron setje hebben. Misschien ga ik ook wel in de volgende aflevering even een paar armor stands of zo maken. Dat lijkt me ook wel killer. Dat heb ik ook volgens mij nog nooit gemaakt. Want ik kan natuurlijk die mooie iron armor op doen. En noem maar op. Even kijken. Zo. Dit moet allemaal weg. Ja, ik heb nog geen coal nodig. Ik heb wel levelen door die coal, maar daar heb ik momenteel niks aan. Want ik heb geen enchantment table. Even kijken. Zo. Kom op. Yes. Even zien. Mooi. Is je mooi. Even kijken. Ik ga hier weer een toortje neerplaatsen, want anders is het weer donker. En dat heeft natuurlijk geen zin. Zou ik ook nog diamond gaan tegenkomen? Ik ben nieuwsgierig. Ik zeg van niet. Ik zeg het niet. Nee, ik ga denk ik geen diamond tegenkomen. Nee, absoluut niet. Ik zeg het gewoon omdat ik het dan misschien wel tegenkom. Maar ik zie wel iron. En die hebben we weer nodig. Oké, mooi. Dat even weg, dat weg, dat weg. Give me iron. Ah, dit is wel weer aardig wat iron. Hartstikke mooi. Alleen maar een paar blokjes nog. Is dat alles? Waarom zit hier... Is die dirt? Zit hier ook wat onder? Nou, zou wel. Mooi. We gaan gewoon weer verder. We hebben nou hoeveel? We hebben nou 11. En volgens mij had ik daar al iets van 12, dacht ik. Dus we moeten even... Oh, kijk. Kijk. Hallo, een cave. Hallo, meneer cave. Oké. Hallo. Is hier iemand? Is hier iets wat gevaarlijk is? Ik hoop het niet. Nee, niet iets wat gevaarlijk is. Oké. Ik zie hier wel weer lava. Oké, dat is mooi. Meestal zeggen ze wel van, ja, er zit er gewoon diamond omheen. Ga ik niet vanuit dat hier ergens in de buurt diamond zit. Misschien hierboven. Kijken. Nee, helemaal niks. Nou, dat is hartstikke mooi. Dan gaan wij mooi verder, denk ik, op mijnen. En dan gaan we kijken of we toch nog iets tegenkomen qua iron. Want dat hebben we nodig.
En ja, jongens, wat ik al aan het begin van de video zei, ik vind het echt top dat jullie zoveel likes en support op deze video geven. Het geeft mij gewoon motivatie om door te gaan met dit soort dingen, jongens. Dit is gewoon gaaf, of niet? Minecraft Survival Challenge met Gonzi, Hexes Gonzi. Zie me trouwens een keer op een survival server, of zie me ergens op een andere server. Zeg maar Hexes, Hexes Gonzi. En dan weet ik namelijk dat jij kijkt naar mijn serie en dan zeg gewoon van, hey, cool jongen, supporter, super toppie. En dan super toppie joppie en ja, sowieso, sowieso is het gewoon, vind ik het echt tof dat jullie mijn video's zien. Echt, ik snap niet waarom jongens. Wat vinden jullie nou zo leuk aan mijn video's? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ik ben wel nieuwsgierig naar mijn kijkers en ja. Ik heb binnenkort ook een fancall. Ja, een fancall met, dat is volgens mij met 3 dames. En die wilden een keer zo graag een fancall met mij doen. Dat ik het binnenkort een keertje ga doen. En dat zou ergens deze week zijn. Wanneer, weet ik niet. Misschien wel donderdagavond of zo. Ik moet even kijken wanneer ik kan. Wanneer natuurlijk hun kunnen. En dan gaat het helemaal goed komen. Gaan we even een kwartiertje of 20 minuutjes in met elkaar even lullen van hi, hi, hi. En dan, ja, ik heb er wel even zin in, weet je wel. Dat, hun wachten er al zo lang op. Dus ik heb zoiets van, jeetje, we doen het gewoon. En misschien dat Jort er ook wel bij wil zijn. Hey Jort, wil je met de dames er ook bij zijn? Let me know. Oké, ik vraag me af, Lapis, kan ik dat met een stone pickaxe wegslaan? Durf ik het aan? Ja, fuck it. Dat kan. Mooi, heb ik ook wat Lapis erbij. Daar ben ik ook blij mee, want Lapis hebben we weer voor alles nodig. Ik geloof voor een chant is dat nou nodig. Nou, het is al een tijdje voor een chant nodig, maar ja, ik heb al een tijdje geen survival meer gespeeld. Dus er zijn heel veel dingen, net als 1 per dag, er zijn ook nog heel veel dingen nieuw voor mij. Omdat ik nog niet alles heb gedaan. Zo, ik moet nog meer iron volgens mij hebben, want anders kan ik mijn iron armor niet maken. Zo. Oké, komen wij nog meer iron tegen of hoe lijkt het? Jongens, geef maar iron. Kijk, heb je die nodig? Vind je het constant? Heb je het wel nodig? Vind je het niet? Het is altijd zo vaag, hè? Oké, nou, plaats 4 in de torch. Ik heb geen redstone momenteel nodig. Nog niet. Misschien dat ik binnenkort wel een keer iets ga maken voor redstone. Er kan zoveel dingen zijn. Oh jee. Oké. Ik heb iron nodig. Geef mij nog wat iron. Ik moet iron ervoor zorgen dat ik iron heb, namelijk deze aflevering. Zo. Give me your iron, give me your iron. Hebben jullie voor de rest nog een goed paasweekend gehad, jongens? Ik wel. Ik heb, wat kan zeggen, ik ben bij Comic Con geweest en dat was echt zo gaaf. Hè. Er waren echt heel veel mensen, waren gewoon verkleed. Was trouwens in de jaarbeurs in Utrecht. En dat was wel even, ja, was wel tof om mee te maken, wat ik al zei. En volgend jaar ga ik in ieder geval weer naartoe. En dan, wie weet, ga ik wel verkleed, joh. Weet je? Ga ik gewoon als Ash Ketchum. Gotta catch them all. Nee, dat zou een beetje raar zijn. Of ik ga als de Hulk, ga ik gewoon helemaal groen verven. Dat is natuurlijk ook alweer iets. Ja. Of als Batman. Gaaf man. Wat vinden jullie nou favoriete Marvel guys? Wat voor stripboeken lezen jullie nou? Hè? Oh, Siske Wiske of dat soort dingen. Maakt niks uit wat jullie zeggen. Laat het me weten, want ik vind het altijd leuk om de reacties te lezen. En dan zou het helemaal gaaf zijn. Ik denk dat ik hier geen Iron meer tegenkom. Ik ga even terugrennen. Oké, daar gaan we. Ik heb trouwens nog weinig honger. Zo, in ieder geval weer een kippetje op. KFC. En ik kom gelukkig geen mobs tegen. Dat scheelt ook weer. Oké, ik zal even kijken of ik misschien wel red met deze iron. Ik weet niet hoeveel je nodig hebt, dus hier nog 1, 2, 3, 4. Ik moet straks denk ik even uitrekenen hoeveel wij ongeveer nodig hebben. Even kijken. Zo. Klap dat erin. En dan gaan we even kijken. Die hebben we. Dus dan gaan we eerst gewoon de chestplate maken. De chestplate is namelijk wel heeft het meeste nodig. Hartstikke mooi. Ja, we chestplate. Pants. Ga ik dat redden? Dat ga ik volgens mij niet redden. Nou, dan gaan we een hoedje maken. Even kijken. Hartstikke mooi. Dan ga ik even kijken of ik nou nodig heb. Is 2, is 4. Is 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik heb er 11 nodig. Ik heb nog totaal 11. Oh, dat heb ik precies nog. Dat is super chill. Ik heb nog precies 11 iron nodig. Hey, hey, hey. Nou, dit smelt nog wel even. Dit duurt wel even. Dus ga ik gewoon hier even een beetje minen. Die kan wat op. Misschien dat we nog meer vinden. Want ja, ik heb natuurlijk straks nog meer iron nodig. Om natuurlijk ervoor te zorgen dat ik een pickaxe heb. En natuurlijk dat soort dingen. Maar ja, ik ga ervan uit dat het helemaal goed gaat komen. En natuurlijk zit ik met mijn vuist tegen een steen aan te slaan. In het echte leven nooit doen, guys. Want dat gaat gewoon pijn doen. En ja. Hoe zou het zijn als we nou even echt heel veel bloed en zo zouden doen in Minecraft? Weet je, voor mij heb je er een mods voor. Dat je gewoon echt alles, weet je, als je met je vuist of zo slaat, gewoon bloed er vanaf komt. Hoe gaaf zou dat zijn? Ja, nou ja, je moet een beetje tegen bloed kunnen natuurlijk. Ik ga even een slokje drinken en we krijgen droge strot. Ja. Yeah. Oké, even kijken. Ja. Ik hoop dat het smelt even opschiet. Even kijken, hoe ver zijn we nou met smelten?
Oké, 8. Nou, dan kan ik ondertussen wel weer even een broekje maken. Dus dan gaan wij even een broekje maken. We hebben een broekje. Mooi, ik heb er nog 2 nodig. Dat is 1. Komt u maar. Komt u maar. Allemaal maar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, kijkers, we hebben het. Hartstikke mooi. En dat is 1, 2 en 1, 2. En dan zeg ik in ieder geval even kijken. Die uit, die uit, die uit, die uit. En dan zien. Up, up. En dan up. En dan doen we van de helmet. De chestplate. De leggings. En natuurlijk de boots. En dan hebben we full iron. En ik zeg jongens, tching. Challenge is goed gegaan. Ik heb de challenge gedaan. Ik heb het gehaald. Voor deze aflevering. Dus bij deze wil ik ook deze aflevering gaan afsluiten. Want ja, we hebben de challenge gehaald. Volgende aflevering ga ik iets maken voor deze persoon die dat gedaan heeft, Skytje. Dus er komt ook weer iets leuks ergens te staan. Dat is hetzelfde wat ik met die Roos heb gedaan. Willen jullie ook zoiets hebben in mijn serie? Kom dan met een goede challenge. En dan wie weet ben jij de volgende wel. Wie ik hier waar ik iets voor ga maken. En waar iets voor komt te staan. En natuurlijk of jij hieronder ergens komt te staan. Je weet het maar nooit. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet de belangrijke blauwe duimpje jongens. 15 likes of meer. Gaan we natuurlijk weer een nieuwe opnemen. Voor nu zeg ik mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later!